De asfalteringswerkzaamheden van de wegen die naar het Wanika ziekenhuis leiden zijn reeds begonnen. Dit zei minister Vijay Chotkan van Openbare Werken gisteravond tijdens een kadermeeting van de NDP te Domburg. De bewindsman benadrukte dat dit ziekenhuis een van de modernste in Suriname zal zijn. Vandaag zijn we gestart om die wegen naar het ziekenhuis te asfalteren. 7 februari dragen we het over aan de minister van Volksgezondheid. En dat de ama is dat amara dan wat tigri, toevallig amara no konja. En amau sorgu, dat binnen een korte periode, you mag go naar ziekenhuis. U mag na 7 februari, gaan we open house hebben, open dagen, met die leg je uit ba. En Wanika mag als eerst een rotleiding gaan nemen daar. Ude, 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 ude. Ja man, we zien dat een wiki. Bobby die kar komt met het project zou rond af. Je ziet dat een projecteer maar. De masorio, mijn boeren vindt poten dat ik kan zien. Want we tak China bribi. Vice-president Ashwinadine haalde aan dat Suriname in een crisis is beland nadat BHP Billiton uit Suriname is vertrokken. De VP benadrukte dat er in het verleden niet is gespaard voor de toekomst. Vandaar de crisis. En toen BHP Billiton vertrokken is, was het einde van Alcoa al in zicht. De dag van vandaag dat wij geen geld hebben uit bauxiet, heeft ons geraakt dat we niet, dat die mannen niet gespaard hebben ooit, heeft ons geraakt. De reden dat goudprijs is gezakt en olie tegelijk, nog nooit zo'n grote crisis, heeft ons geraakt. En toch staan we vandaag. En toch staan wij vandaag hier. Denkt u bij jezelf, hoe is die koers naar 2600 gegaan, zoals het gegaan is in Venetië? Hoe zijn die rijen niet ontstaan met al die tekort aan baasmelk, met al die bonnen die je nodig had voor brandstof? Hoe is dat niet gebeurd? En hoe konden we het wel doen? Het heeft te maken met management, het heeft te maken met planning, het heeft te maken met leiderschap. Daar heeft het te maken. Dus we kregen een extra uitdaging. Want toen die devise wegviel plotseling, we hadden geen bauxiet. Goud en olie viel weg. Wat gebeurde dan? Devise in het land werd minder en als devise schaars is, gaat die koers omhoog. Vice-president Ashwinadine. Hij sprak gisteravond tijdens een kadermeeting in het resort Domburg. De VP gaf aan dat de regering een deel van de opbrengsten van de nieuwe oliefonds zal stoppen in een spaarfonds.